We gaan het hebben over van hokjes naar puzzelstukjes. Geen idee of je nog weet wat je toen dacht, maar we zitten hier nu. Dus wat voor associaties heb je bij hokjes en puzzelstukjes? Hokjes zijn beperkt en met puzzelstukjes kun je verbinding maken. Ja, geduld is inderdaad, het is mooi. Geduld en vertrouwen. Dat het wel gaat komen, dat je de juiste puzzelstukjes wel vindt. Dat heeft er ook allemaal mee te maken. En ja, er zit ook een speels element aan. Ik wil vandaag eigenlijk even beginnen met het woord eigenwaarde. Want daar heeft dat veel mee te maken. Dus eigenwaarde bestaat uit twee woorden. Eigenwaarde. Het idee van ik heb één leven en wat ga ik daar dan mee doen? Dit is de waarde die ik lever en dit heb ik ervoor nodig om dat te kunnen leveren. En nou, dat is dus belangrijk, dat als je dat wil van mij, dat het ook, ja, dan heb ik wel tijd nodig. En dan hebben we misschien een voorgesprekje nodig, weet je, dat je gewoon aangeeft, wat heb ik nodig om uiteindelijk tot dat advies te komen. Op deze manier weet ik zeker dat ik mijn waarde lever. En dat is uiteindelijk ook waar de ander wat aan heeft. Dus het is niks egoïstisch aan, het is pure win-win. Want als jij je waarde levert, dan heeft de organisatie daar natuurlijk ook wat aan. Dus hoe zou het zijn als we onszelf toestaan niet in dat hokje te moeten passen, maar dat we toegeven dat we een puzzelstukje zijn. Lastig en leuk. Waar ik achter kwam, tijdens die HR-periode probeerden allerlei mensen, waaronder ik zelf trouwens, die probeerden heel hard in dat hokje te passen. En dat begon al bij solliciteren. Wat ik deed is op een gegeven moment niet meer naar de functie toe gaan praten, maar gewoon vertellen wie ik ben en wat ik belangrijk vond en wat mijn ambities waren, wat ik wilde in het leven, waar ik wel niet goed in was. En dat leverde totaal andere gesprekken op. En er kwam er ook wel eens uit dat je niet past, maar dat weet ik dan liever op dat moment eigenlijk wel. Want dat puzzelstukje dat heeft een aantal facetten die toch net even wat anders liggen bij het hokje. Er zijn, en dat is een nieuw woord, instulpingen en uitstulpingen. Want mensen proberen dan dus heel erg in dat hokje te passen, maar eigenlijk voldoen ze aan een aantal dingen helemaal niet en willen dat ook helemaal niet. Dus die zouden ze het liefste gewoon eruit schrappen. Ga even met degene naast jou in gesprek en pak één nee uit je huidige functie die je aan het doen bent, waarvan je denkt, nou, als ik dat weg zou kunnen organiseren op een of andere magische manier, dan zou dat echt heel fijn zijn. En daarbij wil ik een hele belangrijke tip meegeven. Er zijn mensen die leuk vinden wat jij niet leuk vindt. En dat is ook de manier om het op te lossen natuurlijk uiteindelijk, hè. Iemand te vinden die het heel leuk vindt. Ja, dus iemand anders ja, is jouw nee. Het is een onderwerp waar je het vaak niet zo erg over hebt, hè? Dus als je dus eenmaal begint, dan... Maar mijn uitnodiging is echt wel om hier vooral mee door te gaan, om dit wel te gaan delen. Want ja, zomaar zou het kunnen dat je daar een oplossing vindt eigenlijk, hè? Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat echt mensen letterlijk naast elkaar zitten en dat ze elkaars puzzelstukje aanvullen. Dus de een nee is de ander ja. In teams is het vaak helemaal interessant. Want dan werk je ook samen met elkaar en daar springen mensen soms echt gewoon letterlijk van hun stoel af. Dat ze gewoon helemaal niet weten dat iemand vreselijk leeg loopt ergens op. En dat zelf gewoon heel graag aanvult. Echt letterlijk een collega sprong van de stoel en die zei echt, vind je dat helemaal niks? Ik vind het fantastisch, mag ik het doen? Nou, dat dus, hè. En gaat het er echt over dat je elkaar gaat leren waarderen en gaat leren zien voor wat je wel en niet bent. En ik begin dus altijd wel graag bij niet, wat je niet bent, want dat is echt wel een belangrijk onderdeel. En er wordt veel te weinig over gepraat in organisaties. Die nee's, die remmen je potentie. Dus hoe vaak ik mensen wel niet heb horen zeggen, ik wil dit, maar ik moet dat. En willen is energie, is motivatie, is benutbaar. Hè? Het vuur wat je er straks even aansneed, dat is dit. Hier zit iets, ik weet nog niet wat het is, maar alleen al dat je daar gewoon ja op zegt, zegt dat je dat kunt. Dat je dat in je hebt. Dus ambitie, dus wat je wil en wat je kunt, heeft alles met elkaar te maken.
eigenlijk essentieel voor ieder mens. Om gezien, gehoord en erkend te worden. Je mag diegene wat gaan geven. Je mag een cadeautje gaan geven. Namelijk wat ik zie in jou. Wat mij opvalt, wat ik waardeer, wat ik opvallend vind. Iets in die trant. Kies even je eigen woorden daarin. Is en dan komt daar iets van een eigenschap uit. De ander zegt alleen maar dankjewel. Ja. Ja, ik snap dat dit heel grappig is, maar ik denk dat je er straks heel anders over denkt. En we doen het dus heel goed op waardering. Hè? Dus we willen eigenlijk allemaal gezien en gewaardeerd en gehoord worden. Dus we doen het er eigenlijk heel goed op, maar we doen het echt veel te weinig. En geven en ontvangen heeft alles met elkaar te maken. Dus hoe beter je kunt ontvangen, hoe beter je kunt geven. En eigenlijk is het op een gegeven moment, weet je niet eens meer wat je nou aan het doen bent. Ben je nou aan het geven, ben je aan het ontvangen? Want het is heel fijn als je cadeautje wordt aangenomen. Ik weet inmiddels dat enthousiasme zorgt ervoor dat ik andere mensen ook aansteek. En dat ze voelen van, hé, hier kan ik iets mee, hier wil ik iets mee. Je hebt maar één leven, weet je, doe er wat leuks mee. Haal eruit wat erin zit en jij kunt dat allemaal. Je hebt het allemaal in handen. Vraag misschien even wat lastig en leuk zelfonderzoek. Maar wat een vruchten kan dat afwerpen? Zit ik nog op de juiste plek? Ben ik aan het doen waar ik waarde lever? En daar ook anderen in te inspireren. Want wat jij doet, wordt gezien. We hebben net een workshop gehad van Judith Weber. En daarin hebben we eigenlijk geleerd meer waardering uit te spreken naar elkaar. Dat was een mooie workshop.